Warm eten. Dineren zeggen we ook wel eens, hè? Dineren. Dineren. Kijk, in Schagen helpen taalmaatjes mensen die slecht Nederlands kunnen lezen en schrijven. Nu zijn het nog vooral arbeidsimmigranten die les krijgen. Maar laaggeletterden vind je ook nog steeds onder Nederlanders zelf. We hebben in Nederland 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. En ook in de Kop van Noord-Holland geldt dat zo'n 60-70% daarvan autochtonen zijn. Dus Nederlanders die laaggeletterd zijn. Avant. Kijk, nu bijvoorbeeld wordt Evelina hier begeleid. Zij is Pools. Dus mensen met een anderstalige achtergrond, die komen ook wel binnen bij het taalhuis. Maar zeker bij de Nederlanders is er nog een enorme taboe op het laaggeletterd zijn. Ja, Danië. Ontbijt? Nederlands is moeilijk. Ik probeer een leren. Nederlands, hè? De stitsen. Januari. De kwietjen. April. Ik vind het heel fijn om te zien hoe zij gemotiveerd is. En dan doet ze goed haar huiswerk. En dat vind ik aan zichzelf te danken straks, als het goed gaat. Het gaat er puur om dat mensen op die gebieden waar zij het nodig hebben, zich beter kunnen redden. En ik zou zo graag ervoor pleiten dat het taboe eraf gaat. En net zoals tegenwoordig is het prima om dyslectisch te zijn. Laat het ook alsjeblieft prima zijn dat je laaggeletterd bent. En kijk wat voor ondersteuning je daarbij nodig hebt om je leven gewoon wat prettiger te maken. Kadetjes. Krantenbol. Ja.